Felix, wat is het doel? Hoe wil je dat de mensen het theater uitlopen? Ja, dat is echt een hele goede vraag. En daar zijn we nog steeds, als ik heel eerlijk ben, zijn we nog steeds niet op uit. Ik wil de mensen naar buiten sturen met een vraag. En andere mensen in de band willen dat niet. Dus dat is, we zitten echt in de fase nu dat we het einde van de show, we weten wat we gaan doen, maar het is meer hoe willen we het precies gewoon eindigen. Maar ik denk dat mensen erover moeten praten. Ja, dat zullen ze doen. Interpretatie is denk ik heel belangrijk, moet ik voorstellen. Want we werken zo meteen met die 20 liedjes die we gaan spelen, maar ook met heel veel beeld. Vertellen min of meer een verhaal, middels projectie die je er voortdurend tijdens de voorstelling gaat zien. Is geen speelfilm, maar het vertelt min of meer wel een verhaal. Het is hier en daar concreet, hier en daar abstract. En ik vermoed dat mensen met verschillende interpretaties na afloop in de foyer over dat wat ze net gekregen hebben, zullen gaan ouwe horen. En ik ben er echt heel erg geïnteresseerd in om straks te horen, weet je, wat dacht je daarvan? Wat denk je dat we... Misschien dat mensen mij wel gaan uitleggen wat we ermee bedoelen, snap je? Ik vind dat heel interessant en ik denk inderdaad, dat kan ook een vraag zijn. Dat kan, maar ik zoek niet, we zoeken niet naar een gevoel, denk ik, dat mensen heel erg opgelucht of heel erg down. Ik denk dat het rond moet zijn op een hele open manier en op een manier waar inderdaad de interpretatie uiteindelijk de boventoon voert. Want het theater leent zich wel beter voor het vertellen van een groter verhaal, denk ik, dan een optreden, sowieso. Ja, dat denk ik wel. Maar het neemt wel de moeite met zich mee dat je de moeilijkheid met zich mee dat je een spanningsboog moet creëren op de een of andere manier. En daar is dat waar zo'n setlist heel belangrijk is? Hoe je de spanningsboog is enorm belangrijk, maar het theater geeft je wel meer ruimte om juist van iets heel kleins en rustig te gaan naar iets heel groots. En in een club kan dat bijna niet, want als je iets heel kleins in een club doet, probeer maar de club voor 3 of 4 minuten helemaal muisstil te krijgen. Dat is best wel lastig. Dus altijd een gerinkel of wat dan ook, maar in het theater is dat wel mogelijk. Waardoor je de boodschap veel beter en duidelijker binnen kan brengen. Maar waar je er daar misschien aan toe om wat meer zo'n verhaal te vertellen, een groter verhaal? Want ik merk dat, als ik zo met jullie praat, wel een beetje, dat jullie zo enthousiast waren. Ik denk dat het wel iets is wat we wel kunnen. Dat we hebben zo'n soort thema's gehad op onze, voor beide albums, wat we al hebben wel groot neergezet. Voor de Nederlandse, wat de Nederlandse band betreft. We zijn nooit, hoe zeg je dat? We hebben ons niet laten, hoe zou je dat moeten zeggen? We durfden wel gewoon uit te komen voor met een groot gebaar, met alles wat we deden. Want het is een belangrijk onderdeel van wat we wilden zeggen. Nou, ik denk dat in het theater kunnen we dat zelfs nog ietsjes verder rekken dan wat er mogelijk is in een club. En dat doen we gewoon op alle fronten. En in die voorbereiding merken we ook nu, dat ondanks dat het een nieuwe discipline is en we eigenlijk nog moeten beginnen, wel beschouwd. Dan merken we natuurlijk in die voorbereiding, die echt al meer dan een half jaar nu gewoon in onze dagelijkse focus volledig vooraan staat, kom je allemaal dingen tegen. Oh, dat kan. Oh, weet je, dit kan. Je werkt ook met een regisseur, die vertelt je dat kan weer. Ja. Maar je merkt ook dat je muzikaal ook in oefenruimte, omdat we gewoon op een andere manier nu ook denken, of durven te denken misschien zelfs wel, heb je steeds meer het gevoel van, oh, maar wacht eens even, hier kunnen we nog veel dieper gaan of hier kunnen we nog veel meer vertellen. En dat is, vind het mooi om te zien dat de ambitie om die theatertour tot een succes te maken met de dag groeit. En hoe dichter bij je komt en hoe meer alle stukjes beginnen samen te vallen, hoe leuker en spannender en enerverender het wordt om dit te voltooien, te volbrengen. En ik heb volgens mij 38 data geteld die er nu staan. Ja, dat klopt. Hebben jullie jezelf een periode gegeven waarin je naar de perfectie toewerkt? Of wil je meteen dat die eerste show er staat, want jullie hebben wij willen natuurlijk wel dat de eerste gewoon staat als een huis. Maar in ieder geval daar gaan we voor. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar ervaring zegt dat als we het al 20 keer hebben gedaan, dat wordt in ieder geval wel misschien makkelijker. Maar het zegt niet dat de eerste niet leuk zal zijn. Wij noemen de eerste in ieder geval geen try-out. Nee, zeker niet. Je wil wel gewoon dat het wel meteen echt goed is. We werken keihard op zoek aan de repetities, dus ik ga ervan uit dat het wel, dat het klopt, in ieder geval.
Is er buiten die voorbereiding in de theatertour om nog muziek geschreven voor een derde Mook-album? We zijn bezig, ja, voor een derde Mook-album. Dus maar zoals je weet, de theatertour gaat er nu aankomen. Dat neemt haalt heel veel tijd. Maar als die eenmaal loopt, dan hebben we wel weer, hoeven we dat niet meer te repeteren. Dat zit er wel in. Dus dan kunnen we wel de rest van de tijd kunnen we wel weer besteden aan verder werk aan de nieuwe album. Ja. Als we wat gemakzuchtiger waren geweest en gewoon akoestische Mook-liedjes in het theater hadden gebracht, dan hadden we waarschijnlijk nu al veel meer gehad. Maar godzijdank zijn we perfectionisten en niet lui. En we gaan eerst eventjes zorgen dat dit heel goed wordt. En dan ook weer heel veel tijd steken in mooie nieuwe nummers.